Graveldonk West, een van de bruisende wijken in Bergen op Zoom. In de toekomst gaat hier veel veranderen, maar voor die tijd neem ik, Christa, een kijkje bij mensen die hier wonen of een onderneming hebben. Ik begin mijn ontdekkingstocht in Graveldonk West bij restaurant Gaziantep Sofrasi. En ik spreek hier met Mehmet, de trotse eigenaar van het restaurant. Voorheen had Mehmet een café aan het Piersplein. In principe was ik eigenlijk eerst Maximar, maar ik heb naderhand mijn domeinnaam, dat is Gaziantep Sofrasi, want ik was eerst een café. Ik ben met het café gestopt in verband met de corona, want het ging een beetje mis. Het ging niet, dus ik heb gezegd, weet je wat, ik ga met een restaurant beginnen. En die naam heb ik Gaziantep Sofrasi genoemd. En Gaziantep is de stad waar ik vandaan kom. En we zijn sinds 5 juni open, na die lockdown zeg maar. Zijn we open gegaan 5 juni en we draaien bijna 7 weken. En we mogen niet klagen. Als de verbouwingen klaar zijn, verhuist hij met zijn restaurant naar de nieuwbouw. Nu vraag ik me alleen nog af wat ik kan verwachten van dit restaurant. Wat voor soorten vlees leggen jullie op de barbecue? We hebben allerlei soorten vlees. Het enige wat wij nu doen is, dat je weet het, dat is ons, tegen ons geloof, geen varkensvlees en geen paardenvlees. Paard mogen we wel eten, alleen aan de rechterkant van de paard, de rechtse dijk. In nood zeg maar, dat mogen we eten. Ander varkensvlees is onrein bij ons, maar voor de rest, ik heb maar de voorkeur gaat naar rundvlees, naar lamsvlees en naar kip zeg maar. Die drie soorten en ja, dan maak je allerlei verschillende dingen zeg maar. Je hebt kipvlees, je hebt kipdijen, je hebt kipvleugels, weet ik wel. En... Buiten het restaurant om is deze familie ook betrokken bij dagbesteding de tuingroep. Iedere week zeg maar, dinsdag, woensdag en donderdag sturen ze 3 man zeg maar. Dan doen we gewoon hier op het plein gewoon echt schoonmaken met onze vestje. Ik zal dat laten zien. Pak eens een hesje, Mohamed, pak eens een hesje. Dan zijn ze daar de vuil aan het opruimen voor de bakkerij, voor de viswinkel, bij de Akmar. Ja. Ik heb er gewoon een schone straat van gemaakt. Zo krijgen deze mensen een daginvulling en blijft de wijk mooi schoon. Tijdens mijn bezoek aan Gaziantep Sofrasi merk ik al snel dat het restaurant een echt familiebedrijf is. Ik heb 3 mensen in dienst en de anderen zijn allemaal mijn hulp, zeg maar. Mijn vrouw die helpt mij, mijn zoon helpt mij. Zo is het eigenlijk, het is ja, familiebedrijf. En als u straks met pensioen gaat, neemt uw zoon het restaurant dan ook van u over? Mijn wens is dat hij straks, als ik klaar ben met hier, ik zeg ik ken het niet meer, wil je het van mij overnemen? Nou, ik neem aan, hij heeft ook zijn sociale hygiëne behaald, want in het café hielp hij mij ook. Dus we hebben een kant-en-klare zaak met klanten en met wat wil je nog meer? Weet je? En ik denk ook dat hij dat wil doen. De heerlijkste gerechten komen uit de keuken terwijl ik hier een kijkje neem. Nu is alleen nog de vraag wat nou echt het gerecht is waar ze zo trots op zijn. Nou, dit is de beroemde lamajun van Gaziantep, zeg maar. Dit is de chitter lamajun. Ja. En die worden bijna overal gemaakt. Uiteraard kan ik niet weggaan zonder even een hapje te proeven van deze heerlijke lamajun. En lekker dat hij is. Ook proef ik nog de Turkse koffie. Deze koffie is kort gebrand en zeer fijn gemalen. Het water loopt me in de mond, dus ik wil zelf nu ook wat gaan klaarmaken. Gelukkig zit er op het plein bij de Kamperfoeliestraat in Bergen op Zoom ook de Akmar. Al meer dan 20 jaar zitten ze gevestigd in Bergen op Zoom. Dit is Umet, de manager van de Akmar. Hij geeft me een rondleiding door de supermarkt en laat me zien wat ik nu echt moet proberen. Gevulde paprika, die kun je vullen met Turkse rijst. Oh, ja. Omdat deze is dunner dan normaal paprika. Okay. Normaal paprika is heel dik. Ja, ja. En deze is Charlie, deze kun je zo eten, die is niet beter. Dus ik kan deze twee Turkse pepers kan ik eigenlijk vergelijken met een normale paprika. Ja, alleen deze zijn dun. Behalve groente en fruit heeft de Akmarkt ook een heel groot assortiment aan vlees. Umet vertelt mij wat zijn favoriete product uit de winkel is. Deze koekje vind ik heel lekker en ik eet bijna elke dag. Rij ik met collega's een van die rollen. En waar smaakt het naar? Dit is een zoetkoekje. Mijn ontdekkingstocht in Graveldonk West eindigt vandaag bij bakkerij Asja. Daar spreek ik met Hakan. Goedemiddag, ik ben Christa en... Ik ben Hakan. Hakan, bent u de eigenaar van deze bakkerij? Ja. Wat leuk. Ja. Wat een mooie plek. Ja, dankjewel. Ik ben op zoek naar iets lekkers voor bij de koffie. Verkopen jullie dat? Ja, heel veel dingen. We hebben heel veel dingen. Zo'n Turkse börek. Dat is ook Turkse börek. En we hebben ook Griekse börek, Marokkaanse dingen allemaal. En natuurlijk croissanten, kandelbroodjes, Mexicano, simit.
Maar een börek, wat zit daarin? Dat is dan ja, speciale deeg, zo'n bladeren deeg. Ja, bladeren. Zit feta kaas of gehakt vlees, zeg maar. Dat soort dingen. Maar wat is volgens haar nou het allerlekkerste wat jullie hier verkopen? Ik vind deze lekkerste. Ik vind deze is lekkerste. En wat was dat ook alweer? Marokkaans gehaktbroodje. Een Marokkaans gehaktbroodje. Er zit gehakt in. Hako noemt een heleboel lekkernijen op waar ik dus nog nooit van gehoord had. Behalve een bakkerij heeft Asha ook een keuken en een restaurantje waar je dit allemaal kan proeven. Hakan maakte zijn keuken een aantal van de zojuist genoemde lekkernijen voor mij klaar. Hakan, je hebt net staan zwoegen in de keuken, maar wat heb je voor ons klaargemaakt? Broodjes, zeg maar, met gehakt. Ja, dat is de Turkse. Met feta kaas. En dat is ook met spinazie en feta kaas en zo. Ja. En dat is dan die onderste, is Griekse börek. Dat is ook met feta en spinazie. Dat is allemaal verschillende smaak. Toch wil ik graag weten waar Hakan deze ambities vandaan haalt. Ja, ik heb deze bakkerij van mijn oom overgenomen. Oké. Okay. Dus ik ben eigenlijk bakker. Ik heb bakker in Bergen-op-Zoom in Etten-Leur gehad. Die heet ook Asha Bakkerij. Ja. Dat is al 15 jaar, 17 jaar geleden. Dus ik heb gewoon dat werk geleerd en dan zelf begonnen. Ja. Zo simpel. Ja. Dus. En dus je hebt de bakkerij van je oom overgenomen, dus deze bakkerij is wel echt een familiebedrijf. Ja. Ja, wij werken allemaal met mijn broertjes en zo. Het is lang geleden dat ik zulke lekkere dingen heb gegeten. Vooral de linzensoep vond ik heerlijk. En deze staat zelfs bekend als de lekkerste linzensoep van Bergen op Zoom. Dit was mijn bezoek aan de ondernemers aan de Kamperfoeliestraat in Bergen op Zoom. Er is echt een hele nieuwe wereld voor me opengegaan. De Akmarkt en restaurant Gaziantep Sofrasi verhuizen over een paar jaar naar hun nieuwe plek. Bakkerij Asha blijft op deze plek. Tot de volgende keer!